ADO Den Haag moet gewoon winnen bij Telstar om een crisis te bezweren. Maar pijnlijk genoeg moet het juist in deze wedstrijd Thomas Verheid missen door een schorsing. Eerste kans na 50 seconden al voor ADO. Tjatić schuift hem naast. Dat had een hele lekkere start kunnen zijn voor de ploeg van Dirk Kuyt. Het is in de eerste helft een hele leuke wedstrijd met kansen over en weer. Want ook Telstar doet het goed. Jonathan Mulder, vorig jaar nog ADO. En dan Oude Kotte, die hem zomaar verspeelt aan Bilate. Bilate, de vervanger van Verheid. En het zei net. En dan vraag je je toch af, wat had Thomas Verheid gedaan met deze bal? We zullen het nooit weten. Tjatić. Voorbij als de directe tegenstander. Tjatić. En afleggen naar Severina. Maar het afronden lukt nog niet voor ADO in de eerste helft. De ploeg is wel beter. Dus er is na rust nog alle kans. Lange bal die zomaar doorschiet naar Plet. Kleiner Plet. Oh, Plet. Maar te ver voor zich uitgespeeld. Dat is een goede redding van Wendges. In het uitvak, daar zat Thomas Verheid samen met Boy Kemper. En je ziet vanuit het uitvak een heel opvallend moment. Absalem met een overtreding. Daar is iedereen het wel over eens. Maar Martijn Vos trekt daarvoor een rode kaart. Boussaku zou zijn doorgebroken. Aldus Vos. Maar Dirk Kuyt terecht boos, want dit had ook wel met een gele kaart kunnen worden afgedaan. Derde directe rode kaart over ADO Den Haag dit seizoen. Dat wel. Ben Sabou. Gigantische kans nog voor Telstar. Want na die rode kaarten krijgen ze wel wat kansen. Maar het blijft 0-0. Een resultaat waar ADO onmogelijk tevreden mee kan zijn.